Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik weet dat we al richting eind januari gaan, maar in december heb ik allemaal verschillende soorten swaps gedaan. Ik heb 2 advent kalender swaps gedaan. Eentje die echt gewoon gericht was op creatieve dingen en die andere was gewoon algemene spulletjes. Waar ik dus een moodboard voor moest maken op Instagram. Waar ik dus ook wat leuke creatieve dingen heb gekregen. En het lijkt me dus nog wel leuk om die dingen te laten zien. Dus dat gaan we ook doen in deze video. Ik heb alles verzameld in een doos. En die doos had ik eigenlijk gewoon hier ergens neergezet in deze kamer. En ik kwam hem dus net tegen en ik dacht, oh, misschien is het nog wel leuk om het te laten zien. Het is dus wel een beetje kerstdingen gerelateerd. Of een groter gedeelte, maar sommige dingen kun je ook gewoon daarbuitenom gebruiken. Maar het leek me dus nog wel leuk om dit even te laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Het is dus van een adventkalender swap en nog wat andere dingetjes die ik ook heb gekregen tijdens andere swaps, wat creatief gerelateerd is. Nou, zoals je ziet is het best wel een doosje vol. Dit is een schoenendoos en ik heb daar dus gewoon alles even in gedaan. Ik heb dus een aantal dingen al wel gebruikt, maar heel veel zijn ook nog nieuw of heb ik nog niks mee gedaan. En misschien is het ook wel leuk om bij bepaalde dingen ook nog een video te maken. Zoals degene hier bovenop, want dit is een waterverfsetje. En hier zitten dus een aantal pennen in, een potlood, een puntenslijper, een kwast waar je dus water in moet doen en dan kun je het eruit knijpen. Dan zit er nog een pen en een gum in. Dus ik ben hier echt heel erg benieuwd naar. Ik ken dit setje zelf niet. Maar hier op de achterkant kun je dus ook zien wat er allemaal in zit. En wat je er dus mee kan doen. Ik weet dus niet of er papier mee in zit. Het staat niet echt op de verpakking. Dus ik denk dat je zelf nog waterverfpapier moet hebben. Maar dit setje wil ik dus nog wel een keer gaan proberen in een video. Want ik heb dit nog zelf nog nooit gezien en geprobeerd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Dan is dit wel wat kerstgerelateerd. Want hier heb je dus van die huisjes die je kan maken. Ik wilde deze nog wel gaan maken. Want deze kreeg ik best wel aan het begin van december. Maar ik had daar gewoon geen tijd voor. Dus misschien is het wel leuk om, nou ja, voor komende kerst dit te gaan maken. Dus misschien dat je dat dan in november, december gaat zien. Maar dit is dus een set met van alles en nog wat erin zit. Hieronder staat dat er een 12 keer aan A4 van kraftpapier in zit. Met die-cuts. Dus volgens mij hoef je dit zelf dus niet uit te knippen. Je hoeft ze alleen nog maar uit te drukken, in elkaar te zetten. En dan kun je ze met deze pen zelf gaan versieren. Dus dat is wel echt super leuk. En dan het volgende dingetje wat in de doos zit, dat is deze. Dit is ook niet echt een kerstthema, meer winters. Dus dit kan ik nu nog gewoon gaan gebruiken. Zoals je het ziet heb ik het nog niet gebruikt. Maar dit is dus een craft set. En wat hier dus allemaal in zit is 4 pagina's met allemaal verschillende die cuts. 6 keer een A4 papiertje met aan beide kanten een patroontje. De patroontjes zien er zo uit. Dan is er ook nog 5 keer een A5 formaat met allemaal patroontjes. Dan heb je dus nog 8 verschillende tags, 2 stickersheets, 3 houten labels en dus nog een touwtje waar je dus die labels ergens mee kan aan vastmaken. Dus dat is deze. Dan heb ik ook nog deze stempels en deze stempels ga ik voor volgend jaar gebruiken als ik dus volgend jaar, dit jaar, als ik dus weer een adventkalender ga doen, want als je het misschien wel kan zien, staan hier dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En zo staat alle datums erop. Je zou dit natuurlijk ook dus in je bullet journal kunnen gebruiken om de datum van de dag aan te geven. Dus daarvoor zijn deze stempels wel heel erg multifunctioneel. Je moet hier dus nog wel zo'n acrylblokje voor hebben, zodat je die stempels erop kan doen. Want dit zijn gewoon van die clear stamps. Dus deze gaan ook nog zeker van pas komen. Dan heb ik nog wat andere stempeltjes. Ook nog van die clear stamps waar je dus zo'n blokje voor nodig hebt. En deze is wel wat meer kerstgerelateerd. Want hier staan dus allemaal, ja, kerststempels op, een kersttrui en hier staat Merry Christmas. Dus die zijn ook zeker voor komend jaar. Dan heb ik hier dus nog een notitieboekje. Wat ook heel handig is. Dus altijd handig om te hebben. Dat je gewoon makkelijk even een papiertje uit kan halen bijvoorbeeld. Of gewoon snel je notities op kunnen schrijven. En het is ook een heel leuk patroontje. En het is dus gewoon een simpel boekje, maar wel heel erg handig. Dan nog allemaal verschillende soorten kerstpapier. Dus hier was echt heel leuk om kerstkaartjes mee te maken. En dit is heel fijn om te gebruiken bij het versieren bijvoorbeeld. Want dit is wat dunner papier. En dat is dus ook wel gewoon wat lichter.
Ik zou er even een beetje doorheen gaan wat voor patroontjes er zijn. Nou, gewoon met streepjes. En overal zitten er dus twee van in. Een beetje kerstmannen. En stipjes. Deze heeft dus folie. Ik weet niet of het te zien is. Maar die heeft dus van dat folie. Nou, kerstmannetjes. Deze vind ik ook heel erg leuk. Nog weer mijn stipjes. Dus dit zijn wel mooie patroontjes om echt te gebruiken voor kaartjes maken. Of, ja, altijd handig. Dan deze. Deze had ik al, maar deze kleuren heb ik nog niet. Dit zijn dus van die inktpads. En er zitten altijd drie kleuren in de verpakking. Ik heb mijne ook wel gebruikt voor het maken van kerstkaartjes. Dus dat is wel heel erg leuk om de collectie toch wat meer uit te breiden. Dan was dit ook een ding wat ik niet kende. En wat ik dus ook nog wel wil gaan proberen of gaan testen. Dit zijn dus brush markers, maar met glitters erin. En ja, ik ben er niet echt bekend mee wat het inhoudt. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk om te gaan proberen. Dan nog een stickervel met allemaal kerstboompjes en kerstballetjes. Dan nog weer een papierblok. En dat is natuurlijk weer super handig voor het maken van kaartjes. En deze zijn dus ook weer heel erg handig. Want deze zijn dus wel wat steviger. Dus dit kun je mooi gebruiken als basis van je kaart. En als je het dan wil versieren, dan kun je wat lichte papier gebruiken. Dus ik zou er nog even doorheen bladeren. Of ik weet niet of de achterkant. Ja, op de voorkant staat dus wel welke patroontjes erin zitten. Dus je hebt 8 designs en daar krijg je elke keer 4 van. Dus dat is altijd wel heel erg mooi dat je gewoon van hetzelfde patroontje altijd meerdere krijgt. Want als je dan een patroontje heel erg leuk vindt, dan heb je die dus 4 keer. Dan zat er ook nog iets extra's bij wat ik ook super leuk vond. Zo, de doos een klein beetje. Het waren dus gewoon allemaal verschillende soorten, ja, stickers, die-cuts. Echt super leuk. Dus ik ga het even van dichtbij laten zien. Hier dus een plaatje. En ook hele mooie washi tapes die ik zelf niet heb. Dus dat is echt top. En ik vind ze echt heel erg mooi. Een beetje het vintage stijl. Nou, er zit dus nog een kersttapeje tussen. Maar dit ga ik zeker goed gebruiken in mijn journals. En dan dit papier. En ik ken het zelf niet. Of ja, ik ken het wel, maar ik heb het nooit echt zelf gehad. En volgens mij is dit van dat rijstpapier. Het is echt heel erg dun. En dit kun je dus ook heel erg mooi gebruiken in je journal. Nou, gaan we weer verder. Ik had dus ook van iemand washi tape gekregen. En die zat bij een andere adventkalender in. Maar deze had ik dus zelf ook al. Dus wat ik heb gedaan, ik heb dus ook een aantal washi tapes weggegeven. En ik heb dus de washi tapes die ik echt wel vaak zou gaan gebruiken, die heb ik zelf er nog ingelaten. En de rest die ik waarschijnlijk niet of nou, niet zo vaak zou gaan gebruiken, die heb ik dus maar gewoon weggegeven. Want het is zonde als dit hier blijft liggen. En ik heb ook deze cadeaulabels gekregen. En deze heb ik al eens gebruikt met kerst. Want wat is er nou leuker dan gewoon op zo'n kaartje dus iemands naam te zetten en dan aan het cadeautje te hangen. Want wij doen met kerst altijd wel cadeautjes. Dus dan kwam dit echt heel erg goed van pas. En hetzelfde als deze lintjes. Er zaten 2 in, maar ik heb eentje dus echt goed gebruikt. Ik vind het altijd heel erg leuk om mijn cadeautjes dus mooi in te pakken. En die andere was eigenlijk een beetje hetzelfde als deze, maar dan in het rood. En die heb ik dus echt gewoon helemaal opgemaakt. Dan nog een dingetje die ik bij een december swap kreeg. En dat is deze, ja, haakset. En dan kun je een kerstmannetje haken. Ik heb dus zelf nog nooit gehaakt. Ik ben nu wel bezig met breien. En dat is nu eigenlijk best wel, ja, een nieuwe hobby van mij geworden, breien. Want ik had toen een keer deze trui aan. Nou, nu dus ook weer. En toen dacht ik van, nou, hoe leuk zou het zijn als je dit dus zelf kan breien. En
Toen dacht ik van, nou, misschien is het wel leuk om gewoon te gaan proberen te breien. Ik wist ook echt niet hoe dat moest. Maar ik ben dus naar de Zeeman toen geweest. En ik heb toen gewoon een bolletje wol gekocht en breinaalden. En toen ben ik gewoon aan de slag gegaan. Dus ik ben nu bezig met het maken van een sjaal. En dat gaat op zich wel goed. Maar het duurt gewoon heel erg lang om dat te maken. Maar als ik dat dus af heb, wil ik kijken of ik dus, nou ja, zo'n vest wat ik nu aan heb, om dat te kunnen breien. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen. Daar ben ik dus sinds een week mee bezig. En ik heb dus ook een haaksetje gekregen. En het lijkt me ook dus wel leuk om deze te gaan proberen te maken. En nou ja, zo zou die er dus uit moeten komen zien. En misschien is het leuk om dit op camera te doen of op beeld om daar een video van te maken. Of het mij ook lukt om dit te haken. Want ik weet niet in hoeverre haken helemaal anders is dan breien. Maar ik denk dat er wel een gebruiksaanwijzing bij zit. En dat we dan nou ja, misschien wel uit gaan komen hoe het moet. En anders hebben we altijd nog YouTube om te kijken van hoe het moet. Want zo ben ik eigenlijk ook een beetje begonnen met breien. Om het gewoon op te zoeken op internet, YouTube filmpjes kijken en gewoon gaan doen. Dan heb ik hier dus nog super veel andere washi tapes die ik ook heb gebruikt voor het inpakken van mijn cadeautjes. Ze hebben ook allemaal verschillende formaten. Ik begin al even met deze. Zo is het misschien wat makkelijker om te laten zien. Nou, dit zijn dan de washi tapes. Dus een rode met glitters, eentje met kerstmannetjes, eentje met sneeuwpopjes. Nog weer van dat, ja, ik weet niet hoe dat heet, van die kerstbladeren. En allemaal rode bolletjes. Nou, ook allemaal verschillende figuurtjes. En hier zitten allemaal kerstklokjes op. Maar deze heb ik dus allemaal ook een beetje gebruikt om cadeautjes mee in te pakken. Maar zoals je ziet zit er overal nog genoeg op. En dan kan ik dat dus weer gebruiken voor volgend jaar. Dus die gaan mooi de kast in om volgend jaar weer te gebruiken. En dan deze. Dat zijn twee die zijn wat breder. Nee, drie. Sorry. Deze is ook wat breder. En die. En op de ene staat pingwings. De huisjes. En deze staan allemaal cadeautjes. En een slee op. Hier. Met allemaal rendiertjes. En deze twee die hebben wat tekst. De ene is Let It Snow. En die andere staat Happy New Year op. Nou, dit is dus een set vol met verschillende glitters. Er zijn 6 van die potjes die erin zitten. Ik weet niet of het heel makkelijk te zien is. Maar er zitten dus 6 potjes in met allemaal verschillende soorten glitters. En dit is natuurlijk heel leuk om te gebruiken voor het maken van schutkaartjes. Ik heb ze dus nog niet gebruikt. Maar er zitten dus allemaal verschillende vormpjes in. Een superleuk setje met allemaal verschillende glitters om dus te gebruiken voor schutkaartjes. En deze had ze er ook bij ingedaan om ook te gebruiken voor schutkaartjes. Dus, en het zijn dus hele kleine staafjes. Metalen staafjes. Of ik weet niet echt zeker of het van metaal is. Het lijkt in ieder geval metaal. Maar het zou ook gewoon plastic kunnen zijn. Maar deze kun je dus ook gebruiken als vulling voor in de schutkaartjes. En dan kun je dus ook heel mooi mee schudden. Dan zat er ook een stempelsetje in. Deze stempel zat erbij. Met deze inktpad. De stempel zelf had ik nog niet gebruikt, maar de inkt wel. En het is echt hele fijne inkt om te gebruiken. En het geeft ook een mooie rode kleur af. Ik weet niet zo goed waar het van is. Ja, dit stempelsetje. Dan nog meer stempels. En hier zitten dus allemaal verschillende soorten stempels in. En het handige is ook dat er een stempelkussen nog extra bij zit. Dus als je zelf geen inkt hebt, dan is zo'n setje echt heel erg leuk. Want dan krijg je en heel veel leuke stempels voor kerst. En een leuke stempelkussen. Dan hebben we ook nog zat dit ook in één verpakking. Deze kun je dus samen in combinatie met elkaar gebruiken. Dit zijn dus van die waxzegeltjes. In zo'n lepeltje kan je dit dan laten smelten boven een vaccinelichtje. En die kun je dan over een envelop heen gieten, zodat je die dan kan sluiten. En dan heb je dan zo'n zegel nodig. En dan kun je die er zo op laten rusten. En dit is dus in de vorm van een strikje. En als je dat er dan opzet, dan krijg je dat vormpje dus in je waxzegel. En dat is dus heel leuk om te gebruiken om je envelop mee dicht te maken. En dit is dus, ja, ik weet niet echt of het te zien is. Maar dit is dus een gouden waxzegeltjes. En ik heb ook allemaal andere verschillende kleurtjes. Maar ik had in ieder geval nog geen gouden. Dus dat is heel erg leuk dat ik dus nu ook goud heb. En een nieuwe waxzegel, want ik had altijd maar eentje. En nu heb ik dus ook een kleinere. En dan zit er dus nog een papierblok in. En dat is deze. Dit is een langwerpige. Hier staat ook de afmeting. Die is 11,5 bij 22 centimeter. En dit is 170 grams papier. Dus het is wat steviger. Dus dat is ook heel erg handig om te gebruiken bij het maken van kaartjes. Nou, dit zijn dan een beetje de kleurtjes die ik krijg. Dat zijn dus allemaal roze pastelkleurtjes. En dus wat geel en oranje erbij. Dus dat is heel erg leuk om te gebruiken in bepaalde thema's.
kun je dit heel goed gebruiken. En dan heb ik als laatste dus nog een aantal pennetjes. Er is één pen die ik al wel ken en de rest ken ik nog niet. Deze die kende ik al wel en die heb ik ook meerdere keren gekocht en ook verschillende maten. Maar dit is dus een Micron en dit is de 0,1 dikte. Staat ook op de dop en die ziet er dus zo uit. Het heeft een heel dun puntje. Dan hebben we ook nog deze pen van de Sostrene Graine, als je dat in ieder geval zo uitspreekt. En dit is een metallic pen en dit is dus een brush pen. En die ziet er zo uit. Deze heb ik nog niet gebruikt. Dus ik heb geen idee of deze fijn is. Maar deze kan ik dus eventueel ook met andere dingetjes nog gaan testen in een video. En hetzelfde geldt voor deze pennen. Deze kende ik dus ook niet. Ja, ik ken het merk wel. Maar deze pensoorten heb ik nog nooit gebruikt. Dit zijn dus gelpennen. En deze zijn van... Ja, ik weet niet of je het dus kan lezen op camera. Maar deze zijn dus van Edding. En deze hebben dus allemaal verschillende kleurtjes. Een beetje een ja, bronsachtig kleurtje, een goudkleurtje en een zilverkleurtje. Dus dit is natuurlijk ook heel erg leuk om te gebruiken met de feestdagen. Dus dat waren eigenlijk de dingetjes die ik allemaal heb gekregen in de decembermaand. En het leek mij dus gewoon leuk om dit nog eventjes te laten zien. Ook al is het nu eind januari. Dat was dus in ieder geval deze video. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Mocht je wat dingen hebben gezien en denken van hoe werkt dit? Laat het dan ook zeker in de comments achter. Want dan kan ik dat misschien in een video laten zien. Sowieso heb ik dus een aantal dingetjes die ik dus wil gaan maken en gaan testen. Dus die kun je zeker ook voorbij zien komen. Dus wil je die video's niet missen? Vergeet dan ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie graag in de volgende video weer te zien. Doeg!